Ik zie de bal komt van links, wordt verkeerd weggewerkt door de speler van Topos. Gaat omhoog, valt net over me heen en ik denk van ja, ik neem hem gewoon in één keer. Jij denkt de bal gaat omhoog en toen wat dacht je? Toen dacht ik, ik maak hem om, ik haal hem gewoon uit. Ja. En hij vliegt binnen. Ja, want op zo'n moment, hè, want dat is denk ik puur intuïtie, ja. Toch? Ja, ik zie de bal komt van links, wordt verkeerd weggewerkt door de speler van Topos. Gaat omhoog, valt net over me heen en ik denk van ja, ik neem hem gewoon in één keer met de omhaal. Ja, en dan vliegt hij nog de kruising in ook. Ja. Wat denk je dan? Want ja, aan de ene kant denk ik, ja, je denkt ik maak een wereldgoal. Aan de andere kant denk je, ja, ik maak een oefenwedstrijd op zaterdagochtend in Os. Ja, ja, ik weet niet. Het is gewoon, het is ook een van mijn mooiste doelpunten, denk ik, op dit moment. Maar ja, voor mij is het gewoon goal is goal, ook al is het in de voorbereiding. Het is gewoon lekker voor mezelf. Het is gewoon, gewoon weer stapjes maken. Ook weer lekker in het ritme komen dat ik, waarin ik vorig seizoen ben geëindigd. Dus voor mij is het alleen maar prima. Ja, je zat er ook gewoon lekker in, toch? Ja, ja. Even los van die omhaal gezien. Daarna had je een volley die je had kunnen maken. Je maakte natuurlijk nog de 2-0. Je zat er een paar passeeracties. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik er wel oké in zat. Een paar puntjes, dan moet ik nog zeker verbeteren. Maar ja, ook met Brendan een hele goede aanval. Geeft de voorzet, Eli kopt hem terug en ik kan hem binnenwerken. Dus ja, ook een hele goede uitgespeelde aanval. Ja. Dus we hebben wel aardig gespeeld vandaag, denk ik. Hoe staan jullie ervoor? Goed. Goed, we hebben in de voorbereiding sowieso twee toppers al gehad. Royal Antwerp en Genk. Goede krachtmeting. Goede leermomenten. Ja, absoluut. Genk was abnormaal. Als abnormaal. Kan je uitleggen waarom? Waarom waren die abnormaal? Ja, een niveau is zo hoog. Een voetbal is zo snel. Gaat, ja, en dan moet je beseffen wat Barça en Real doen, weet je. Dat, dat zie je dan pas. Maar ja, het is voor ons heel goed geweest. We hebben wel aardig lang voorgehouden. Zo'n 2-0 achter, aardig lang voorgehouden, maar ja, uiteindelijk kloppen ze eroverheen. Ze zijn gewoon fit, we waren aan het einde van hun voorbereiding. Dus ja, is logisch. Wat kan jij nog leren hier bij Excelsior? Wat kan ik nog leren hier? Ja, ik denk nog meer constant zijn in de wedstrijd. Nog meer aanwezig zijn, 90 minuten lang. Nog meer tussen de linies aanbieden om spelers opties te geven. Ja, en vanaf daar mijn acties te maken. Ja, want je hebt wel nog het idee dat je hier dat je niet het niveau ontstegen bent inmiddels. Nee, ik denk dat ik het niveau ontstegen ben. Ik denk wel dat ik heel goed bezig ben. Dat zeker. Ja. Ja. Ik heb jou denk ik 2 maanden of 3 maanden geleden gesproken toen viel de naam Heerenveen ook. In die zin, speelt er nog iets met jou of is het nu gewoon ik ga dit seizoen Excelsior in en... Ik laat alles bij mijn zaak beneden liggen. Als ik iets hoor, dan hoor ik iets, hoor ik niks. Weet je, dus ik ben nu op dit moment bij Excelsior. Ik heb nog 2 jaar en ik focus me nu gewoon op dat. En zoals ik net al zeg, als ik iets hoor, dan hoor ik iets. En als ik niks hoor, ik niks. Wij sturen je de beelden op van je goal. Ik denk dat het wel helpt. Ik hoop het, ja. Ik hoop het. Die beelden wil ik wel graag hebben, ja. Dat kunnen ze zelfs bij Barcelona en Real Madrid niet, denk ik. Ja, alleen Cristiano Ronaldo, hè. Precies. Ja.